Merci. Ik geloof dat ik een bijzondere extra uitdaging erbij heb vandaag. Ik moet op je stip blijven staan. Hè? Ah, gelukkig. Ik ga jullie iets vertellen over Freaky Friday effect. Gedurende de rit zal het duidelijk worden wat dat is. En dat is iets wat ik in onderwijs gedaan heb. En als je naar onderwijs kijkt, hebben we een bijzonder dilemma in Nederland. We leiden mensen op hun slechtste niveau. Dus als je naar middelbare school gaat en je bakt niks van de exacte vakken, maar je bent een kei in de talen, dan zak je naar beneden. De vraag is of dat goed is. Rozemuller adresseert dat, et cetera. En er is nog veel meer aan de hand, want dat niveau bepaalde hoe we toetsen. 2 weken geleden was er iets op het journaal en dat triggerde wel iets bij mij. Ik weet niet of jullie het kunnen herinneren. Dat ging over bedrijven die toetstrainingen geven. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben. Het ging niet over de inhoud. Ze gingen mensen leren hoe ze toetsen moesten maken. Dus we leiden in Nederland in feite professionele toetsenmakers op. Dat is iets wat me altijd dwars gezeten heeft. Ik kreeg na de eeuwwisseling de kans om een nieuwe opleiding op te zetten. Het snijvlak tussen ICT en de mens. Toen ben ik na gaan denken over hoe we dat anders kunnen doen. Als je nadenkt over onderwijs en hoe je dat zo goed mogelijk kan doen, dan duiken een aantal dingen op. Je wil dat gewoon in context doen. Nou, wat je hier ziet is een ecosysteem. Dus dat is het eerste wat we gedaan hebben, is geprobeerd dat in context te brengen. En als je nadenkt over de context, dan moet je een paar dingen beseffen. Context wordt tegenwoordig bepaald door IT. Het kruipt overal in. Dus het verhaal wat ik vertel is niet alleen voor IT-opleidingen. Dat geldt straks voor iedereen. Van de PABO tot medische opleidingen, et cetera. En als je nadenkt over IT, dan komt er een meneer om de hoek die heet Gordon Moore. En Gordon Moore's claim to fame is geweest het opzetten van Intel. Hij werkte bij Fairchild. En toen heeft hij wetmatigheid opgeschreven. Hij keek naar zijn product. En hij zag dat het aantal componenten op dat product elk jaar zo ongeveer verdubbelde. De rekenchip. Nou, wat er letterlijk gebeurt, is dat alles wat IT aanraakt, dat tempo begint te volgen. En dat noemen we exponentiële groei. En dat is hier uitgebeeld via de parabel van het schaakbord. Eerste vakje 1, korreltje rijst, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Hoeveel rijst gaat er op dat bord? Iemand een idee? Pak 5 jaar oogsten, maak alle land in de wereld plat en dan heb je het. En volgend jaar heb je het dubbele nodig. En het jaar erop weer. Daar houden wij mensen niet meer bij. Dus hoe ik het meestal vertaal, is 4 jaar vooruitkijken. En dat is niet voor niks gekozen. 4 jaar is de tijd van 1 opleiding. Dus 25 jaar terugkijken. Het was wel grappig. Ik kwam net beneden een oud student tegen uit 94. Die is bij me afgestudeerd. En die is afgestudeerd in de tijd voor Google. Is er een dag dat je Google niet gebruikt? Wat doe je als je wil weten hoe spaghetti gekookt moet worden? Je googelt het. En voor degenen die het aan hun moeder vragen, die gaat het dan wel googelen. Dus Google is in onze genen gekropen. IT kruipt overal in, van je kleding tot je auto, tot je lift. Zelfrijdende auto's staan we ook niet meer van te kijken. Die wereld die kantelt in een enorm tempo. En als we daarbij bedenken dat daarmee informatie ook nog een commodity geworden is, wat op een heel makkelijke manier tot je komt. Smartphones zijn iets heel anders dan de DOS-prompt. Denk aan dingen als Google Glass, apparaten die je context zien en die je antwoorden geven op vragen die je nog niet hebt. En als je denkt dat dat futurologie is, denk eens aan je routeplanner. Die gaat jou vertellen, er staat een file. Dat is een vraag die je nog niet hebt, of dat je niet wist dat je hebt, maar die heb je wel. Nou, dat betekent dat we anders naar de wereld moeten gaan kijken. We leiden op dit moment, voor uitdagingen die we nog niet kennen. Als ik kijk naar mijn opleidingen, 5 jaar geleden zijn we begonnen met een opleiding mobile. Toen we die begonnen, de mensen die op de open dagen zijn geweest, die konden zich nog niet voorstellen dat ze daar aan afgestudeerd zouden zijn. Simpelweg omdat het niet bestond. En wat we geleerd hebben bij die opleiding, toen we alles gemaakt hadden, in de zomervakantie zet zowel Apple als Google alles andersom en al het leermateriaal was overbodig geworden, omdat de wereld veranderd was. Dat betekent dat we anders moeten kijken naar educatie. Dit is over. Information sharing, formerly known as education. Wat ik hier nu doe, is eigenlijk best wel bijzonder. Ik ben informatie aan het delen in feite. Maar mijn hele verhaal is overal terug te vinden. En waar komt dit model nou vandaan? En dat is wel interessant omdat we hier nou in zo'n ruimte staan. Het model van het klaslokaal is in feite het model van de fabriek. Zet er 1 iemand voor die de ritme slaat. En min of meer gelijksoortige producten rollen van de bank. Wat we dus gecreëerd hebben in onderwijs is een
industrieel systeem om tot massaproductie van kennis te komen. Nou, die kennis, dat is heel lang degene die voor die groep stond, Doris D. in dit geval, is degene die dat over kon brengen. En dat is over, want die kennis is een commodity geworden. Dat betekent dat je anders moet gaan denken. Hoe kun je nou talent ontwikkelen in een omgeving waar de student eigenlijk alles heeft, maar waar de docent staat te zenden in een soort machinaal systeem, een fabrieksysteem. Iedereen in rijtjes, zenden voor de groep en ik ben de enige die iets aanbiedt en iedereen moet dat consumeren. In 2003 zijn we erover na gaan denken door met een aparte groep studenten, die wat anders in elkaar zaten, die meer willen en meer kunnen, iets te gaan doen. En dat is het Delta-programma geworden. En daar wil ik even op inzoomen, want daar hebben we zoveel van geleerd wat nu in ons huidige onderwijs terug te vinden is en ook het onderwijs van morgen zal vormgeven. Die Delta's, toen we daarover na gingen denken, van hoe kun je nou naar excellence kijken? En als ik landelijk ging kijken, waren heel veel excellence-programma's gericht op meer, meer, meer. Dus meer zenden, meer aanbod, maar het is nog steeds uit die ene winkel waar je dingen haalt. En meer is niet hetzelfde als beter. We hadden een ander idee bij beter. Ik ben toen gaan kijken naar bedrijven. Welke bedrijven zijn nou heel succesvol in dingen anders doen? En een van de dingen die mij te binnen schoot was de Philips CD. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen waar dat gaatje in het midden door bedacht is. Ja? Een dubbeltje, ja, precies. Nou, alleen al op die manier nadenken over een grote standaard betekent dat je in bepaalde settings grote stappen kan zetten. Ik kwam erachter dat dat model wat ze gebruikten bij het NatLab al in 1948 bedacht is bij 3M. Daar hebben ze het geeltje onder andere bedacht. En ze noemden dat toen de 15% program. Je krijgt één dag in de week, kennelijk werkte ze toen nog 6 dagen, om iets te doen voor je bedrijf. Maakt niet uit wat, maar je krijgt alle vrijheid. En die vrijheid die is kennelijk zo belangrijk. Dus daar hebben we het Delta-programma op ingericht. De studenten kregen vrijheid en wat we gedaan hebben is eigenlijk alleen maar faciliteren. Hebben jullie iets nodig? Ik zorg dat het er is. We zijn begonnen met een ruimte. Ze hadden hun eigen lokaal en dat mochten ze inrichten zoals ze willen. Ondertussen zijn we zover dat we dat voor alle klassen doen. Elke klas bij ons heeft zijn eigen lokaal waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Nou, het faciliteren, dat leidt tot een aantal dingen. Wat we doen, is ze een filmpje, denk ik. Ja, challenges geven. Dit is er zo een. Een jaar of 7 geleden, Microsoft komt met hun touch surface uit. Dat is een dingetje dat was zo groot. Daar wilden ze graag wat mee. Het was alleen nogal duur. 80.000 euro voor zo'n speeltje. Dat is een beetje te gek. Ik zeg van hier hebben jullie 1000 euro, maak er maar één. Maar je krijgt wel een opdracht bij. 4 keer zo groot en moet 2 keer zoveel kunnen. En hier komen ze mee. Als je dit soort dingen op je portfolio hebt, dan zeggen cijfers ook niks meer. Dus wat we met Delta's doen, die krijgen ook geen cijfers. Hun excellentie toont zich in hetgeen ze doen. Wat je hier ziet is een device crossover. Eerste generatie iPad. Dit waren dingen die waren toen nog echt niet vertoond. Nou, iedereen vindt dit ondertussen redelijk normaal. En deze hebben ze dus gewoon van scratch gemaakt. Met niks. Ze hebben niks begonnen. Ze zijn na gaan denken van hoe moet dat nou? En ondertussen heel veel oprapend. En het heeft een heel authentieke leeromgeving opgeleverd. Nou, de mensen die dit op hun portfolio hebben, ook cum laude afgestudeerd. En dat is wel een interessante. Tik. Kan er geschakeld worden? Of, ja, daar is hij. De eerste afstudeerders van Delta, Ellen kan ze nog herinneren volgens mij, die hebben aan dit product aan de grondslag gestaan. Een emotion sensing product van Philips, bedoeld om beleggers te helpen. Nou, die zijn dus met een 10 afgestudeerd, 3 keer, ja. En ondertussen is dat voor Delta's geen uitzondering meer. Ik ben gaan kijken gewoon even terug naar 2006, 10 jaar Delta's. 95% is cum laude met een cijfer van een 9 of meer. Het programma werkt dus op een of andere manier. Dus DeltaHoc. En hier zie je ook de sfeer die daar heerst. Die touchtafel die net in beeld was, die zie je daar ook. Er staat een interactieve spiegel bij waar ze mee in het spelen zijn. En dit is gewoon hun werkplaats. En alles wat we bij Delta geleerd hebben, we gebruiken het ook als educatief lab, ben ik in het regulier onderwijs aan terugbrengen. En daar wil ik even op inzoomen. Het eerste gaat over kennis. Omdat vrijwel alle informatie op internet beschikbaar is, en ook goed ontsloten is ondertussen, denk aan Wikipedia,
is dat niet meer de rol die je moet hebben om dat te gaan zenden. Dat kunnen ze zelf heel goed. Wil je daar meer over weten, kan ik de TED-talk van Sugata Mitra aanraden. Ik weet niet of die erin zit bij jullie toevallig, maar bijzonder. Die man die heeft in 2000 een experiment gedaan in India. Die zei, daar waar docenten het meest nodig zijn, zijn ze het minste. India, achterland. En hij zet daar gewoon high-speed internetmachines neer en laat ze daar en kijkt wat er gebeurt. En blijkt dat kinderen beginnen te leren. En op een gegeven moment doet hij een experiment, zegt van, I want to stretch the limits. Can Tamil-speaking Indian children in the backlands learn themselves biotechnology in English on their own? Nou, het blijkt dat ze dat dus kunnen. Er is vrij veel kritiek ook op zijn werk. Meestal als ik mensen dat laat zien, zeggen van, ja, dan zijn docenten overbodig. Ik denk dat ze meer nodig zijn dan ooit. En dat zit er maar in dat er heel veel kennis onder water zit. En dat noemen we tacit knowledge. Het ontsluiten van de kennis die in je zit. En dat doen we niet alleen als docent, maar we vinden ook dat studenten met elkaar kennis moeten delen. Want als groep weet je gewoon altijd meer. Maak daar gebruik van. Wat boven die water uitsteekt, dat te gaan zenden, is een heilloze weg. Het tweede waar we achter komen is dat mensen het beste presteren als je ze datgene laat doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Nou, als ze op een opleiding zitten, zitten ze daar in ieder geval omdat ze daar iets mee willen en waarschijnlijk ook goed in zijn. En als je deze setting neemt en ze daar aan het werk zet, wat je dan ziet is dat dat gebied groeit. Daar hebben we wat onderzoek naar gedaan. Je ziet dat gewoon dat ze beter worden, meer dingen leuk gaan vinden en met meer in aanraking komen en waardoor leren in hun beste performance zit. Dit is een hele spannende. Dit blijkt een effect te zijn wat we naderhand hebben ontdekt. Ik liep tegen iemand aan een jaar of vier geleden, die heet David Rock. En David Rock is een denker en die heeft een model bedacht dat heet SCARF. En SCARF verklaart in feite waarom het Freaky Friday model, wat dus 3M heeft bedacht, waarom dat werkt. En hij zegt, wij mensen denken met onze kleine hersenen. En die heten niet voor niks klein, want dat zijn ze ook. Dus alles wat met educatie probeert te doen, dat speelt zich allemaal af in een klein kwapje in je voorhoofd. Je zegt van nou, iedereen kent het gevoel wel, het flowgevoel. Het duurt vrij lang voordat je er bent, maar als je er bent, gebeurt er opeens van alles. Er lijkt tijd stil te staan, kom je tot je beste performances, et cetera. En hoe komt dat nou? Je zegt van nou, als je in die flow-situatie zit, dan gaat je onderbewustzijn meedenken. En je kleine hersenen zijn maar klein, maar de rest van je hoofd is massief. Je zegt, je moet dat zo zien, je kleine hersenen is vierkante meter. De rest van je hoofd is het heelal. Zit je in de flow, denkt het heelal met je mee. Aan de andere kant zijn wij mensen geconditioneerd op angst, vier reflexen. We kennen het allemaal wel. Als hier de pleuris uitbreekt, dan ga je niet nadenken. Dan doet je hoofd dingen voor je en dan ben je weg. Dus dat neemt acuut over. Dat is een mechanisme dat gaat heel snel aan. En is heel krachtig en geeft ook nog een bevrediging in je hoofd om eraan toe te geven. Angstreflexen treden ook op door stress. En wat doen wij als wij studenten toetsen? We jagen ze de stress in. Dat is best bijzonder. We toetsen dus mensen om te kijken of ze geschikt zijn ergens voor. En dat doen we in de meest slecht denkbare situatie. Dus die veiligheid is een groot goed om tot je optimale performance te komen. Hoe hebben we dat nou gedaan? We hebben het toetsen onderdeel van het hele proces gemaakt. Dus continu meten. En elke docent of iemand die veel met anderen werkt, die herkent dat. Op een gegeven moment kun je iemand beoordelen blindelings, want je weet wat hij doet. En dat heeft hiermee te maken. Je ziet hier een normale verdeling. Als ik iemand zie performen, zal die gemiddeld genomen op dat topje zitten. Hij kan een slechte dag hebben en hij kan een goede dag hebben. Maar als ik maar vaak genoeg kijk, heb ik een perfect beeld. Wat dat tevens doet, is dat dat een belangrijk element, namelijk het feedback en het toetsen onderdeel van het leerproces maakt. Het is heel betekenisvol, maar het is ook heel precies. En het levert veiligheid op. Want iemand weet vrij snel of dat gaat lukken, ja of nee. En dan durven ze alle kanten op. Even terugkomend op het talent en waar ik mee begon. Wat we doen tegenwoordig is de context waarin mensen studeren, beschrijven en competenties. En dat heeft een bad rap gekregen. Is verder niet zo interessant. Maar als je dat goed doet, je beschrijft zo'n context, dan heeft dat een samenhang. Als ik aan de linkerkant wiebel, moet het aan de rechterkant bewegen. En iedereen die gestudeerd heeft, die zal dit plaatje herkennen. Wat je gedaan hebt, vond je waarschijnlijk hartstikke leuk in je studie. Maar er zaten een aantal dingen bij waarvan je dacht van, oh, dat nooit meer. Bij mij, ik heb techniek gestudeerd, boekhouden. Dat was een van de briljante geesten bedacht dat techniekstudenten moesten boekhouden. Hangen en wurgen,
alsjeblieft niet. Het enige wat ik geleerd heb, is dat je mij nooit met het geld alleen moet laten. Maar wat er gebeurde, is dat er heel hard geduwd wordt op die deficiëntie. Het kost heel veel energie om die op te tillen. Je hebt er geen zin in, je vindt het niks en je weet al dat je er nooit wat mee gaat doen. Met als gevolg dat waar je heel goed in bent, de energie wegbloedt. Wat we doen, is de strength-based approach. We duwen daar. En het interessante wat je dan ziet, is als je die top omhoog wil brengen, want dat is vaak de ambitie van mensen die in de context dingen doen en die dat graag doen, dat je dat dal automatisch mee optrekt, want op een gegeven moment heb je het nodig. Vind je het toch niet leuk, maar dan is het betekenisvol geworden en gaat het met veel minder energieverlies verloren. Dus pushing strengths, in plaats van duwen op deficiënties, waar ze in het onderwijs heel goed in zijn, herkansen, werkt veel beter. Het laatste wat we gedaan hebben, is zeggen van, wil je goed begrijpen waar je mee bezig bent, moet je real-life challenges hebben. Onderwijs is heel goed in staat om wat je bovenin ziet te doen. Allemaal losse vakjes, allemaal losse kleurtjes. We mixen ze gewoon allemaal door elkaar, want in het werkelijke leven lopen al die kleuren ook door elkaar. Dus pak real-life challenges, zoals die touchtafel, of het maken van een film voor de VPRO, of whatever. En de allerbelangrijkste, heb vertrouwen. Het onderwijs hangt van meten en controleren aan elkaar. Hou daar grotendeels mee op. Als je gaat meten en gaat controleren, leg je een grens aan. En zoals bij elke grens, zal alles er om zich heen organiseren. Experimenten met studenten hun eigen niveau en waarop ze getoetst worden te laten bepalen, leidt er alleen maar toe dat we gezien hebben dat ze voor zichzelf de lat daar leggen. Die moet je remmen. En als wij zeggen, dit is een 5,5, zullen ze altijd daarop gaan mikken. Dus laat dat gewoon los. Wat we geleerd hebben hiervan, vertrouwen werkt, geef ze eigenaarschap en heb het vertrouwen. Dankjewel.